Landgoed De Moeren bij Zundert heeft een make-over gehad. Het gebied met bos, weilanden, akkers en vennetjes is door Natuurmonument onder handen genomen. De Moeren is van oudsher altijd in het bezit geweest van de rijke familie van der Hoeve. Later hebben zij de grond aan Natuurmonumenten geschonken. Maar toen De Moeren nog in bezit was van de familie, hebben zij het landgoed naar eigen smaak ingericht. Kenmerkend uit die tijd zijn de rondelen. Een rondeel, dat is iets dat komt eigenlijk voort uit de Franse landschapsstijl. En een rondeel is hier in De Moeren eigenlijk een plek waar vier lanen op een cirkelvormige manier bij elkaar komen. Hoe kan het dat hier die Franse landschapsstijl is binnengedrongen? Ja, de voormalige landgoedeigenaar die had dit gebied eigenlijk als zijn achtertuin. En die wilde zijn gebied gewoon verfraaien. Dus die heeft toen eigenlijk tegen zijn tuinman gezegd van nou, ik heb het op een plaatje gezien, maak dat bij mij ook. En nu willen jullie dat weer terug creëren? Ja, we hebben dit eigenlijk in de afgelopen maanden teruggebracht. En daar zien we nu het resultaat van. Ja. Wat hebben jullie precies gedaan dan? Wij hebben de bomen die hier stonden hebben we weggehaald. We hebben ervoor gekozen om hier een rode beuk weer als laanboom in te planten. En als onderbegroeiing hebben we hier een thuja teruggezet. En wat? Een thuja, dat is een Oosterse levensboom. Het is een groenwrijvende struik en die zorgt hier voor een heel mooi spel met het perspectief. En wat houdt dat spel precies in? Dat spel houdt eigenlijk in dat als je door een van die vier lanen hier naartoe komt lopen, dat je als het ware niet kan zien wat er achter dat rondeel plaatsvindt. Dus je wordt daar met je blik naartoe getrokken. Je vraagt jezelf af van ja god, wat is daar? En vervolgens kom je daar en dan kan je eigenlijk weer drie andere kanten op. Ik zag net in een van die kanten, in een van die lanen, dat er bomen zijn weggehaald. Waarom is dat? Ja, wij hebben die bomen weggehaald om eigenlijk de laanbomen die er stonden, om die weer wat ruimte te geven en ook om die laanstructuur weer zichtbaar te maken. Hoeveel heeft dit project in totaal gekost? Dit project heeft een 30.000 euro gekost, waarvan 15.000 euro gesubsidieerd werd door de reconstructiecommissie, de Baronie. En er ook een bijdrage is gedaan vanuit de nalatenschap. En hoe gaat het nu verder met dit gebied? Houden jullie dit nu gewoon bij of zijn er nog nieuwe plannen? Nou, voorlopig zijn we in dit gebied even klaar. Er zijn twee rondelen hersteld, er is een parkeervoorziening aangelegd en er is een gemarkeerde wandelroute uitgezet. Dus vooraf nu is het eigenlijk een kwestie van vooral in stand houden en genieten van de resultaten. Het gebied van 70 hectare groot is nu toegankelijk voor wandelaars. Zij kunnen genieten van het nieuwe 3 kilometer lange wandelpad in De Moeren.